We willen toe naar schone energie, maar dat betekent wel dat we er meer zeggenschap over moeten hebben. Energie is een basisvoorziening, moeten we niet meer aan de markt overlaten. Ja, zometeen meneer Jet, maar meneer Bontebal, u zegt het lost niks op. Nee, je kunt niet even in een paar jaar 60 energiebedrijven nationaliseren. Dat is een heel onrealistisch plan. Volgens mij moet je het heel goed... U vond toch ook dat neoliberalisme te ver was doorgeschoten? Zeker, en daarom zeggen wij bijvoorbeeld dat alle vitale infrastructuur, zoals warmtenetten, gasnetten, elektriciteitsnetten en ook alles wat we op de Noordzee doen, dat moet in publieke handen zijn, maar je kunt niet in één keer de hele liberalisering terugdraaien. Is gewoon niet realistisch.